Meneer Planters, goedemorgen. Ja, het gebouw van de Boerenbond, het valt niet meteen zo op, maar het is een rijksmonument, hè? Het is een rijksmonument. En ik ben het niet helemaal met u eens als u zegt, het valt niet op, want het is een heel markant gebouw aan de ingang van Ravenstein. Eigenlijk staat het nog in Husseling, want u weet dat vroeger Ravenstein ophield bij de gracht. De Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond, de NCB. Het is in fasen gebouwd en ik moet zeggen, oorspronkelijk was het of niet van de NCB. Het is gebouwd als graanpakhuis voor een van de drie grote graanhandelaren uit Ravenstein. En het bedrijf Herker Raad Koenen heeft in of rond 1907 dit gebouwtje neergezet. Ik ben Bart van Ooyen, ontwerper bij kantoor Prinsen. En wij hebben de opdracht gekregen om dicht bij ons eigen kantoor dit mooie gebouw te mogen herstellen. In het voormalige pakhuis komen eigenlijk alleen maar semi-openbare functies, waarbij je kunt denken aan bijvoorbeeld een kantoor. Hier komt de nieuwe entree. Als je binnenkomt, vindt hier zich een lift en komt hier een nieuwe trap. Dit vloerdeel wordt er nog uitgehaald, waardoor je eigenlijk direct de nok in kunt kijken. Hier staan we dus in een toekomstige entreeportaal. Voorheen was dit dus het pakhuis en de torentjes die op het dak zichtbaar waren, die waren bedoeld voor de hijsinstallaties. En in de toekomst zal deze vanaf de begane grond zichtbaar zijn. Dit is de derde bouwlaag van het pakhuis. Hier kan later een kantoor of iets dergelijks komen, dat is nog niet beslist. Graag hadden we de plankdelen in het zicht en daarom is ervoor gekozen om het dak aan de bovenzijde te isoleren. Het heeft eigenlijk gewoon dezelfde isolatiewaarde als nieuwbouw. En daardoor kan het gebouw nog weer jaren mee. Hier zie je de oude gevel. Op zich heeft het een hele mooie structuur en dergelijke. Maar we moeten die helaas verbergen omdat we het gebouw moeten isoleren. En aan de buitenkant willen we de uitstraling behouden die het altijd heeft gehad. En daarom zijn we genoodzaakt om aan de binnenkant te isoleren, waardoor dit helaas verloren gaat. Doordat de openingen willekeurig zijn geplaatst, zit er ook heel weinig symmetrie in het gebouw. In ieder geval in de later geplaatste gevelopeningen. En daarom wilden we in de nieuwe gevel, van het magazijn bijvoorbeeld, de symmetrie eruit halen. En daarom hebben we ervoor gekozen om het metselwerk op verschillende plaatsen terug te plaatsen en op verschillende plekken het gebouw open te maken. En bij het magazijn, daar komen de vier appartementen. Dit is de oude winkelruimte van de Boerenbond, zoals de meeste mensen die zullen kennen. Hier komen nu twee appartementen in. Hier komt een appartement en daar komt een appartement. En in het middelste gedeelte komt de nieuwe entreepartij, waarbij we een van de vloerdelen open gaan werken. En daar komt dan een trap in voor de appartementen hierboven. Hier zie je de oude betonconstructie. Die is aan de voorzijde bedekt met metselwerk. Dat komt omdat er betonrot is opgetreden. En toch willen we eigenlijk die betonconstructie weer van buitenaf zichtbaar maken. Nou ja,
Hier komen dus de twee andere appartementen, waarbij hier in het midden een nieuwe trap komt en twee ontsluitingen naar de twee appartementen. Hier komt een appartement en daar komt een appartement. In de gevel wordt het metselwerk op twee plekken uitgebroken. Dat is dit geveldeel en dat geveldeel. En verder komt er bij het, bijvoorbeeld het eerste vak, komt het Braziliaans metselwerk, waardoor je dus van de buitenzijde metselwerk ziet en van de binnenzijde wel gewoon daglicht binnenkrijgt. De bovenlichten die zijn nu van hout, maar oorspronkelijk waren die van staal en die worden nu weer vervangen door stalen raampjes. Dit geveldeel gaat eruit en daar komt een raam voor terug en die wordt ongeveer hier geplaatst. Die ligt eigenlijk verdiept dus in de gevel, waardoor je van buiten wel een beetje een massieve uitstraling krijgt. Dus je hebt eigenlijk een blok en daar zitten verschillende inkepingen in. Het gebouw is niet altijd zo hoog geweest. Eerst was het namelijk één laag en het bovenste gedeelte is later opgezet. Dat zie je ook in het verschil in metselwerk. Wij gaan dat metselwerk dat wordt weggehaald en dan wordt het oude betonskelet weer zichtbaar gemaakt. In de buitengevel zie je heel veel verdiepte plakken met de heel rijke detaillering zoals de muizentanden. En in de hoek zie je de aansluiting met het magazijn en dan zie je dat dat ook niet origineel en later geplaatst is.